We gaan beginnen aan een korte sessie over error handling. Mijn naam, ja, ik ben Jan Zelenka, geboren in Praag. Ik ben bezig met FileMaker sinds april 2013. Een aantal certificaties gehaald. Ja, ik was ziek bij 14, hè. Moet niet meer opnieuw. Ik heb ervaring van met MS SQL, industriële automatisatie en algemene softwareontwikkeling. Nooit echt diep, maar toch heb ik veel omgevingen geleerd en meegewerkt. Mijn hobby's zijn sport, fast-paced softball en volleybal. Ook een beetje astronomie, dat vind ik heel leuk. Mijn excuses, ik zie er een beetje slaperig uit. Kom door geen feestje, mijn kindje slaapt heel slecht 's nacht. Ik vraag me af waar de error is. Oké, eerst heel kort aandachtspunten. Wij gaan praten over wat software errors zijn. Dat is een heel belangrijk punt om te beslissen. Wat kan je zien als een softwarefout? Dan gaan we bekijken een aantal standaardprocedures om errors af te handelen. En als laatste, hoe wij bij Clickworks lossen dat op in FileMaker. Want dat is, FileMaker is een beetje speciaal qua error handling. Dus, software errors. Software error is iets dat dat zit buiten de business logica van jullie applicatie. Soms is dat heel moeilijk om te zien wat effectief kan gezien worden als error en wat is geldige situatie binnen jullie business logica. Ik geef een voorbeeld. Jullie maken software en jullie gebruiken een library om met de harde schijf te communiceren, mappen aanmaken. Okay? In jullie software zeggen jullie map aanmaken. En jullie applicatie kan doorgaan, want jullie hebben een stuk software gevraagd om map aan te maken en die moet bestaan. Als de harde schijf is vol, geen map kan aangemaakt worden. Het is niet aan jullie applicatie om eigenlijk dat, aan de businesslogica bedoel ik, om dat te afhandelen. Daarvoor moeten jullie een error handling inschakelen. Het is stukken code die zal inschieten op het moment dat jullie zijn buiten de businesslogica. Is dat duidelijk, hoop ik? Dan ook kan dat iets zijn waar wat is effectief en geldig businesslogica, maar waarvoor er zijn geen middelen. Een voorbeeld, jullie hebben een facturatie. Als iemand start een facturatieproces op zijn klant, PC, dan kunnen jullie bepaalde dingen aan de gebruiker vragen. Ja? De gebruiker bevestigt geldige businesslogica. Als de facturatie gebeurt in batch op de server en voor bepaalde factuur is er niet voldoende data beschikbaar, is dat onmogelijk om met businesslogica af te handelen. Jullie kunnen niemand vragen, oh ja, geef mij nou dit en dit info. Dan moet er error komen. En niet altijd, maar soms kunnen jullie ook ontwikkelingsfouten en bugs met errors oppakken. Dus, eerst. Meest standaard error handling schema is try, catch, finally. Hoe dat werkt? Jullie hebben een stukje code. En op een bepaald moment zeggen jullie, oké, vanuit hier, let's try. Laat ons proberen. En de code loopt ergens hier. Als in één van de stappen, overal, hè, jullie zien, ik heb procedure 1, die roept procedure 2 aan, die roept procedure 3 aan, en dan terug. Als in één van de stappen hier een situatie gebeurt dat de applicatie ziet als een error, ga dan rechtstreeks naar de catch-stukje van code. Die is gedefinieerd buiten de standaard flow van de procedure. Technisch gezien hebben jullie ergens een stukje code die zit van achter en zo. Maar jullie omgeving zorgt daarvoor dat de code, de error, wordt afgehandeld in de catch-sectie. Als er gebeurt geen error, gaat de applicatie netjes
door tot aan de finale stuk. Dat is heel belangrijk. Wat is gedefinieerd in de finale stuk gebeurt altijd. Ook als er is een error, maar ook als er is geen error. In het geval van error, stop dat onmiddellijk naar finally. Jullie code stopt daar. Jullie moeten zorgen dat in de error handler jullie maken de applicatie klaar om te stoppen. Anders gaat dat gewoon door. Elke applicatie die biedt dit soort van error handling, voert jullie applicatie uit met topniveau error handler. Dus ook als jullie zetten geen error handling in, schiet een standaard error handler in de moment van error. Wat is leuk aan dit, is dat jullie kunnen dat nesten. Ik denk dat deze diagram is vrij duidelijk. Het begint zoals in de vorige diagram, maar nu, hier defineer ik nog tweede error handler. Op het moment dat de error gebeurt in stap 2 of 3 van procedure 3, of stap 1 en 2 van procedure 3, dan wordt er gesprongen naar dit catch-stukje. Jullie kunnen daar code zetten om dat te afhandelen. Nog een mogelijkheid is, als jullie kunnen niks doen op dit plek, kunnen jullie zeggen, Anne, ga door. En dan wordt er gesprongen naar naast hoogste catch-sectie. En anders loopt alles netjes, altijd zoals het moet. De finally sectie zal in FileMaker, hebben we dat niet, maar in FileMaker zal dat bijvoorbeeld heel handig zijn om een venster dicht te doen. Ja? Als jullie doen een intern venster open, jullie doen daar iets, op dat moment dat er gebeurt een error, moeten jullie sowieso de venster dicht doen. Maar die moet dicht ook na standaard processing van jullie business logica. Oké, en nu, wij proberen zo dicht mogelijk te komen bij dit scenario, maar het is niet echt direct mogelijk. Ik heb tijdens mijn onderzoek een heel leuke pagina gevonden waar FileMaker standaards worden besproken en zo. En daar vinden jullie veel informatie over hoe verschillende mensen proberen error handling te doen. En nu zal ik heel kort ons implementatie tonen. Wij beginnen altijd op het moment dat een script wordt uitgevoerd. En dat is de eerste script van de call stack. Dan hebben wij ons startproces scriptje. Ik zal later uitleggen in detail wat die verschillende stappen doen. Wij gaan naar eerste script. Daar wordt een call uitgevoerd naar tweede script. Laat ons zeggen, een parameter is fout. Op dat moment, script 2 heeft niet voldoende informatie om dat af te handelen. Dus er moet throw error komen en exit script volgt. En achter die perform script call zetten wij altijd ons standaard catch error oproep. De throw error is een custom function die met gebruik van global variable zet de applicatie in error status. Dan die catch error script weet dat er is iets gebeurd en dat moet afgehandeld worden. Als er is geen error, gaat gewoon onze executie verder. Niks te doen. Oké, als alle parameters zijn in orde, dan kunnen wij nog een oproep doen, call script, perform script. En stel voor dat dat is een execute SQL statement en die komt terug met een vraagteken. Dat is een voorbeeld van developerfout, een bug, want dat zal eigenlijk nooit mogen. Wat wij doen hier, wij doen throw error en direct catch error. De reden daarvoor is, in het eerste geval heeft script 2 geen idee wat er moet met dit error gebeuren, omdat die is afkomstig van eerste script. Daar zit de foute definitie van parameters. In deze geval
zit de fout in SQL-code. Die is gedefinieerd in script 3. Dus wij voeren de catch error hier. Om direct daar te zijn. En direct weten, oké, hier zit de fout. Als alles gaat goed, gaan we verder. Exit script, catch error, niks gebeurt. Verder en tot het einde. Nu zal ik jullie tonen wat zijn de details van onze error-implementaties. In startproces proberen we alle informatie over de applicatie te verzamelen. Dus positie van venster, maten, zoom en mode. Layout-nummer, de huidige layout-nummer bedoel ik. View status, status area state. Custom menu set name. Ik heb een sterretje daar gezet, want wij slagen dat op, maar spijtig genoeg, dat is de enige eigenschap van de window dat wij kunnen nooit terugdraaien als er gebeurt een error. FileMaker biedt ons geen mogelijkheid om dynamisch een menu set te bepalen. Oké. Wat wij doen in de standaard catch error script. Oké, Joris kijkt naar mij heel bedacht. Het is omdat de... hoe is de scriptstap om menu te veranderen? Install menu set. Dat ondersteunt geen calculatie. Dus in standaard error handling is dat onmogelijk om gewoon gaan zien, ah ja, dat is mijn menu, dat wordt als string opgeslagen en dan zeggen, ah ja, terug met die menu. Als iemand wil dat echt implementeren, moeten we per project specifiek definiëren als de string is gelijk aan dit, zet dit menu terug. Dat is wat ik bedoelde daarmee. In catch error, als er is een error en wij moeten terugdraaien, doen wij het volgende. In ons processen, we registreren alle vensters die onze applicatie doet open. Dan gaan wij elke venster activeren, revert uitvoeren en close. Volgende gaan we naar de oorspronkelijke venster en alle die informatie uitgelezen in startproces wordt teruggedraaid. Ja, status area wordt hersteld, go to layout naar de oorspronkelijke layout, menu set niet mogelijk. En dat is ongeveer alles. Wat is belangrijk? Dit is nooit 100% failsafe. Het is een poging om alles terug te zetten. Wij gebruiken dit ongeveer 2 jaar al en het is nog nooit gebeurd dat onze error handling heeft de applicatie in erger status gebracht dan de error zelf zonder handling. En dan komt er nog standaard achter elke uitvoering van een script, close process, waar wij casen alle statusinfo op. Wij doen een aantal stappen, bijvoorbeeld ontwikkelaars ons vergeten hun Windows dicht te doen. Wij doen dat daar, het is niet... Wij mogen daarop niet vertrouwen, hè. Het is een safety measure, maar wij kunnen dat doen. Alle vensters die zijn open tijdens scriptloop worden dicht gedaan. En ook een soort van locking wordt het verwijderd. En alles dat een project vraagt, kan in die stap teruggedraaid. Oké. Dus een korte recap van mijn sessie. Het is altijd heel belangrijk om te beslissen wat wij zullen zien als een error en wat is standaard business logica. Er is geen goede guideline, het is gewoon een mentale oefening die elke ontwikkelaar moet voor zichzelf doen voordat zij beginnen aan error handling. Zo'n error handling zal je best in een library steken. Dan heb je het heeft geen zin om voor elke project opnieuw een error handling procedures aan te maken. En zoals gezegd, FileMaker error handling is nooit 100% dicht. Er is nog altijd kans dat data is al opgeslagen in een database voordat jullie konden alles terugdraaien. Dat was het in kort. Als iemand heeft vragen, ja. Als je al die tijdsverschil kunt sparen die je over hebt tijdens de script, want het gaat namelijk aan om script, dan moet je toch ook bijhouden dat je die vensters geopend hebt.
Ja, natuurlijk. Ik heb niet alles in detail hier gezegd. Dit was een korte sessie. Wij gebruiken een script om een venster open te doen. Dus daar is een script, altijd, die wij roepen aan. Daar wordt de naam van de huidige venster opgeslagen, ook in Global Variable. Ja. Het is ook zo, we hebben intern een regel dat geen twee vensters binnen een project mogen hetzelfde naam hebben. Zo kunnen we altijd vensters identificeren. En als dat toch gebeurt, plakt deze procedure UUID achter de naam. Ja. Titel, moet ik zeggen. Zo. Nog eentje, want het eerste wat de catch doet, is allerlei gegevens vastleggen. Ik neem aan voor jullie om later te kijken waar de fout ontstaan is. Nee, catch is bedoeld om terug te, om gewoon netjes te kunnen afsluiten. Wat FileMaker biedt nu, is als je kan niet door, doe je halt. Ja? Als er gebeurt iets ergs, erg, veel ontwikkelaars gebruiken dat, ze roepen gewoon halt, commando, en het stopt. Maar dan zit je met een situatie waar er zijn waarschijnlijk intern vensters open buiten het scherm. Gebruiker zit ineens op andere layouts soms. En dat willen wij absoluut vermijden. Het gaat ook om de ervaring van gebruikers zo weinig erg te maken door een fout in de applicatie. Dus eerst, voordat wij beginnen aan een script, slaan we alles op. Wij traceren ook belangrijke aanpassingen. En op het moment dat er gebeurt een error, deze standaard errorprocedure probeert alles terug te draaien. Ja, oké, ja, de tijd is op. Dus bedankt.